daar contact mee. En dat hoort u van ze terug? Ja, ook die zijn enorm bezig met... Van, het was een hele, hun verhaal te vertellen over de agressie die ze hebben meegemaakt. Kijk de hele dag door. In heel Nederland hebben we 20 acties. De ene actie loopt wat anders dan de andere actie. Maar over het algemeen was toch het beeld... van de boeren kunnen heel goed een punt maken. Politiemensen en boeren hadden goed contact met elkaar. Als de burgemeester zei, nu is het afgelopen en na een uur gingen ze weg. Alleen in Friesland werd die sfeer grimmiger. En wat er nou precies in Heerenveen gebeurd is, weet ik niet. Maar wat ik wel gezien heb in Friesland, ook bij de eerdere protesten... dat niet-boeren zich gingen mengen. En dat waren ophitsers. En die kwamen, die hebben we wel eerder tegen... Niet-boeren noemt u, dus andere demonstranten dan boeren. Ja. En die gingen zich mengen en die gingen de boel ophitsen en dat soort dingen. Op één plek zijn ze ook door de boeren aangesproken. Andere plekken zijn, zijn een paar boeren meegegaan. Want ik vind het wel lastig om alle boeren over een kam te scheren. Ik heb vandaag ook heel veel contact met boeren gehad. Want dit leeft natuurlijk ook enorm. En die zeggen, wij willen echt ons punt maken en we willen de grens opzoeken. Maar geweld willen we gewoon niet. Nee. Wat er ook gebeurd is. En laten we in godsnaam met z'n allen gaan oordelen en beoordelen als het hele plaatje rond is. Ja, dat is nu te vroeg.